Goedemiddag allemaal en welkom bij deze speciale soort van update video. Dit gaat voornamelijk over de evenementen en over, misschien hoe we dat livestreams nog verder gaan en iets in die trend. We gaan sowieso naar First Look en met wij bedoel ik de complete handdoekcrew. We zijn er allebei de dagen, zaterdag en zondag. De meesten zullen er op zondag zijn. Ik en de Tuiler zijn er sowieso op een zaterdag. En nou hebben wij afgesproken dat wij van plan zijn om, ik weet niet wat ik moet doen met mijn hand op dit moment, maakt me niet uit. Om dus tussen 1 uur en 1:45 geloof ik. Denk het wel. Dat we dus zeg maar buiten bij de hoofdingang zouden staan. Nou, de First Look zal sowieso natuurlijk weer plaatsvinden bij de jaarbeurs in Utrecht. Volgens mij moet je 14 jaar of ouder zijn, maar dat wil niet zeggen tot mocht je toevallig een gezellige dag hebben in een, in Utrecht of zo. Tussen 1 en 1:45 staan wij buiten First Look. Dus ook al ben je jonger dan 14 jaar, dan zou je, als je eventueel in Utrecht bent, ons alsnog kunnen opzoeken als je zou willen. Dus verder heb ik nog twee andere evenementen. En natuurlijk, aangezien dat het oktober is, zijn er ook twee evenementen waar ik overigens op praten. Dat is natuurlijk op 3 oktober met Tomofair in Nijmegen. Liefst dat in de beschrijving wil je daar natuurlijk langskomen, daar zal ik langskomen. Gewoon om Ariel is al natuurlijk bij First Look aankomen. De geweldige Mario. Maar op 31 oktober, de dag van Halloween zelf, zal ik ook aanwezig zijn bij MGC Experience. Die zat in de beschrijving natuurlijk samen met gezel met Gamepit. Die oh zoveel plezier gaat krijgen dat ze mij gevraagd hebben. Dat worden mijn evenementen. Zie ik jullie daar ook? Maar dan ga je nog wel meer te melden, want ik ben hier van tussen. Hey, zie jullie op Dome of 3 oktober. En MGC Experience links in de beschrijving. Tot dan! Oh, auw. Dankjewel, Shadow Mario. Dat heeft pijn. Dus die evenementen komen er ook nog wel eens een keer aan. Jee. Is weg, hè? Nou, eventjes nog verder over de Twitch. Jullie hebben gezien Partners in Time op mijn Engelse kanaal Traria. Partners in Time, ik kan er helaas niet mee verder gaan aangezien... sowieso vallen we even later daar niet van. Maar ik heb het de laatste tijd heel erg druk, jammer genoeg. En op het moment dat ik het zo druk heb... werkt eigenlijk gewoon een livestream-serie werkt niet echt. Dus ik wil wel livestreamen, maar dan zullen het altijd gewoon individuele livestreams zijn. Gewoon, elke livestream is gewoon zo'n livestream. Misschien dat ik de livestreams wel doe uploaden. Dan moet ik nog altijd even kijken wat voor livestream dat we doen op het moment. Maar over Partners in Time. Ik heb nou Partners in Time op mijn Wii U gedownload. En doordat we hem op de Wii U hebben, kan ik hem dus zeg maar als echte Let's Play opnemen. En misschien dat ik dat ooit wel een keertje de volgende Let's Play die na Final Fantasy komt, heb ik al gepland staan. Natuurlijk zijn we druk bezig met de hardcore serie, maar hopelijk ook een beetje begrip dus voor de livestream. Dus als ik het niet vergis, 3 oktober hebben we dan die Shadow Muts. Die komt dan langs. 10 en 11 oktober? 11 en 12 oktober? Alle links staan sowieso in de beschrijving, de datum zoek nog eens een keer. Dus ik weet echt niet wat ik met mijn handen moet gaan doen. Dus ik pak hier gewoon deze wortel. En ga ik deze wortel aaien. Ik heb echt geen flauw idee wat ik hier meer moet doen, jongens. Dus dan... en dan natuurlijk MGC Experience. Die is op de 31ste oktober. En daar staat natuurlijk ook de link in de beschrijving. Verder heb ik niet verder updates nog. Dus ja, die twee evenementen, daar komt dan de Shadow Muts langs. En bij First Look, daar zou ik zijn als Mario. Tenminste, dat is wel de bedoeling van Mario Maker. Oh, over Mario Maker gesproken. Mario Maker is op 11 september te verkrijgen. En het makkelijkste is als je dus zeg maar gewoon een bericht op mijn kanaal achterlaat. Of via Twitch of een berichtje via Facebook. Tot je een level hebt gemaakt. En dan... Ja, dat wordt geen echte... Let's Play serie. Maar dat wordt gewoon af en toe een keer een bonus videootje ertussendoor van die levels. Omdat er is niet echt een serie van te maken. Het is eigenlijk meer dat ik jullie levels kan spelen en een beetje meer interactief met jullie awesome kijkers kan doen. Dus voor de Funny Moments video van de hardcore serie. Van de Modded Survival 2.0. Ik heb al heel veel leuke inzendingen gehad. Heb je nog een paar inzendingen op die update video alsjeblieft. En mocht er een dubbele tussen zitten, dan wees vrij om een nieuwe uit te kiezen. Ik heb nou iets van 7 scènes geloof ik. Dus we hebben nog wel wat meer scènes nodig.
Dus ja, ik zal die link ook in de beschrijving zetten. Dan wordt het misschien nog niet tot het begin, maar niet zoveel uit. Dus ja, mocht je nog verder vragen hebben over de 3 evenementen of over iets anders wat uitgelegd is in deze video, laat het weten in de reacties en ik zal zo snel mogelijk antwoord geven. Bedankt voor het kijken, jongens. Doei! Ja, de reden waarom ik er zo krant bij sta is omdat anders kom ik buiten mijn groene scherm. Dus als ik dit ga doen, ja, dan gaat het helemaal fout. Dus vandaar dat ik echt zo helemaal stof. En met Shadow Mario heb je dus ook nog eens een keer dat probleem. Dus ja. Doei!